Assalamu alaikum dames, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je radis moet maken of linzensoep. Vroeger dacht ik van, oh nee, ga ik dat later wel kunnen als ik groot ben. Als kind dacht ik dat dan. Maar uiteindelijk is dat heel gemakkelijk, ook heel lekker en heel gezond ook. Ja, als kind at ik dat veel en natuurlijk als kind eet je dat niet graag. Maar nu dat ik dat zelf heb gemaakt, hebben we dat volledig opgegeten. Het is heel lekker, heel gezond. En heel gemakkelijk ook om te maken. Ik hoop dat ik alles goed ga uitleggen en dat jullie mijn receptje ook gaan uitproberen. Het is zeker ook heel lekker met zelfgemaakt brood. Daar zal ik ook nog een video van maken, inshallah, hoe dat je zelfgemaakt brood moet maken. Want dat had ik wel gemaakt bij mijn radis. En dan ga ik jullie zo meteen laten zien wat dat jullie er allemaal voor nodig hebben. En hoe dat jullie radis moeten maken. Oké, wat je nodig hebt voor twee personen is 250 gram linzen, 1 ui, 1 tomaat, 1 wortel en 1 pepertje. Maar die kunt jij weglaten. Een halve theelepel zwarte peper. Een halve theelepel paprikapoeder, een halve theelepel kurkuma, een halve theelepel komijn en 2 eetlepels zout en een beetje loofpoeder. En natuurlijk, als je voor meerdere personen gaat maken, moet je alles gewoon verdubbelen of verdriedubbelen. Dat is heel gemakkelijk. En wat ik er ook nog bij doe, is een volle theelepeltje tomatenpuree. Als eerste ga je je groentjes schillen. Dus ik begin met mijn wortel. En die schil ik dan met mijn aardappelschiller. Dat is heel gemakkelijk en snel. Dan haalt jij de uiteindes eraf. Dan ga je ook je ajuintjes schillen. En sommige mensen schillen ook hun tomaat. Maar dat doe ik niet. Dat is niet nodig, zolang dat je dat hebt gewassen, dan is het goed. Ik ben nu mijn groentjes gaan wassen. En dan ga ik mijn worteltje fijn snijden in stukjes. En mijn ajuin en tomaat ga ik gewoon mixen. Ik was even mijn mixer gaan halen. Die had ik dan gevonden. En dan ga ik mijn tomaatje en mijn ajuintje samen mixen. Sommige mensen snijden dat gewoon fijn en gooien dat in de pan. Omdat dat toch een uur op het vuur gaat blijven, dan is dat helemaal... Ja, dan zie je je tomaatje en je ajuintje, dan zie je er niet meer veel van. Maar ik mix dat. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier. En dan neem je je pan erbij. En dan heb ik de bodem gevuld met een beetje olijfolie. En een beetje zonnebloemolie. En ik zet die gewoon op een laag vuurtje, op nummer 5. Is voor mij genoeg. Dan voegt jij uw ajuintje en uw tomaatje erbij. En uw worteltjes. En dan ga je die even laten bakken. Dat deksel erop. En terwijl kunt jij uw radis goed uitspoelen. Terwijl meng je even in je kookpot, zodat je ajuin niet blijft aanbranden op de bodem. En dan kunnen wij de kruiden erbij toevoegen.
Ik doe eerst een volle kleine theelepeltje van de tomatenpuree. En daarna mijn paprikapoeder. Gewoon een halve. En mijn zout. Ik had eerst één lepeltje gedaan. Eén volle lepel, maar dat was dan te weinig. En heb ik nog een klein lepeltje toegevoegd. Dus in totaal 2 kleine lepels zout. En zwarte peper. Ook gewoon een halve kleine lepeltje. En curcuma. Ook een halve kleine lepeltje. En dan komijn, kamon. Ik doe juist ietsjes minder dan een halve kleine lepeltje. Maar als je een halve kleine lepeltje doet, is dat helemaal niet erg. En dan doe ik er ook nog een beetje loofpoeder bij. Loofpoeder is gewoon knoflook, hè. En dan meng je alles samen. En dan kunt jij uw rijstjes er ook even bij toevoegen. Die laat ik ook even dik 5 minuutjes samen bakken. En niet samen koken eigenlijk. En daarna ga ik er water bij toevoegen. Sommige mensen doen warm water, maar dat is eigenlijk niet goed. Ik doe koud water. Dan heeft uw radis goed kunnen koken. En is die na een uurtje zeker klaar. Daarna ga je koud water dus toevoegen, zodat je radis helemaal onder staat in het water. Ik had eerst 800 ml water gebruikt. Daarna heb ik toch mijn 200 ml water erbij toegevoegd. Dus in totaal 1 liter water. En omdat je die een uur laat koken, gaat die zeker het water absorberen. En dan heb je nog een heel klein beetje sausje over. Dus gewoon 1 liter water. En moet je die op een zacht vuurtje laten koken. Gewoon met deksel erop. En na een uur en 10 minuten ongeveer, is uw radis klaar. De laatste 10 minuten voeg ik wel mijn pepertje erbij, als je ook een pepertje erin wilt doen. En dan laat ik die 10 minuutjes verder koken. En daarna is uw radis klaar en zie je dat hij een klein beetje een sausje heeft. Heel lekker, heel gezond en zoals jullie hebben gezien heel gemakkelijk. Je hebt er niet veel voor nodig en het is ook heel snel gemaakt. Je moet die gewoon een uurtje op het vuur laten, op een zacht vuurtje met deksel erop. En dan is die helemaal klaar. Ik hoop dat alles duidelijk was en dat jullie ook deze overheerlijke receptje gaan uitproberen. Voor uzelf of voor de kinderen. Want zoals ik al heb gezegd, het is heel gezond, heel lekker. En dan zal ik binnenkort inshallah ook een video plaatsen over hoe je zelfgemaakte brood moet maken. Maar natuurlijk kun je ook gewoon brood kopen of gewoon met een lepeltje eten. Ik hoop dat alles ook heel duidelijk was. Jullie mogen me altijd liken, delen en abonneren. En tot de volgende video, inshallah.